Nou, het is tijd voor het vaste onderdeel van de zondagavond. Dus een flashback. Waar kunstmatige inseminatie jouw soort vent woedend maakt. Zeg maar. Hè? We zijn eruit. Iets met kunstmatige inseminatie. Nou, ik dacht het niet. En wat vind je nou echt heel erg leuk? Waar kunnen ze, bij wijze van spreken, jou voor wakker maken? Voor een goed glas wijn. Ja? Voor een goed glas wijn. Voor een mooi requiem. Van Mozart bijvoorbeeld. Daar kunnen ze mij voor wakker maken. En ik weet dat ze jou kunnen wakker maken voor een spelletje golf. Maar mij niet meer. Daarvoor doe ik het te lang. Dat wint me niet meer op. Een glas wijn. Ja, met de muziek. Ja. Met de muziek. Schoonheid. Een strijkorkestje met een goed glas wijn. Daar kan je Urzel dus voor wakker maken. Nou, dat komt goed uit, want het is 2:15. Gaan we gewoon even regelen. Ik mag hopen dat hij hier woont. En maar hij heeft ook helemaal geen intercom. Niks. Ik vind het gewoon een beetje spannend. Gaat er al een lichtje branden? Ja, als hij hier niet wakker van wordt. Woont hij niet daar? Is het beneden? Jezus, het is beneden. Sta maar in de deur aan te bed. Kut. Hallo? Hey Urzel. Wat is het? Ik ben er helemaal belazen van. Ik heb een verrassing voor je. Een zoon niet erop zit. Urzel, het is hier fantastisch. Denk je dat BNN een lang leven beschoren is? Als jij wat aardiger wordt wel, anders niet. Want je bent, omdat je een beetje een ettertje bent. Ja, maar dat is, nou niet E, nee. De B van BNN staat voor brutaal. Ja, maar weet je, er zijn dingen die betamelijk zijn en er zijn dingen die onbetamelijk zijn. En brutaal wordt bij jou soms onbetamelijk. Misschien als jullie spelen dat hij dan komt. Die moet aardig zijn en die moet dat etterige laten vallen, want ik wou je vroeger wel eens een rotschop geven. Dan denk ik, sodem je erop, maar klein onzinnig mannetje, sodem je erop. En weet je wel, omdat ik vind dat je op een of andere manier te veel mensen tegen je in het harnas jacht en dat moet je niet doen. Ben jij wel eens gemeen in de montage? Ik bedoel, qua knip? Ja, natuurlijk. Ik ben wel eens gemeen in de montage. Ja. Dat als iemand bijvoorbeeld iets zegt, hè, en hij heeft er nog zo'n heel verhaal achteraan, maar hij is net op zijn hoogtepunt en hij gaat dan iets relativeren, ja, dan knip ik het er wel eens af.
Dat is ten eerste omdat het dan eindeloos wordt meestal. Maar ten tweede ook omdat ik vind dat je op het hoogtepunt moet stoppen. Ja, door die muziek. Ik ben er gewoon een beetje triest van. Ik denk dat we maar met z'n drie opzuipen. Jammer. Nou, kom maar dames. Speel voor me op de vrouwelijke dan nog maar even iets heftigers. Ja? Kom.